Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks. Vanuit christelijk perspectief. Welkom, ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met de relatietherapeut en seksuoloog-psycholoog Fenix de Lafosse over vreemdgaan. Goed dat je er bent, Fenix. Dankjewel. Ja, deze week uh, een vraag die je hebt gekregen van een man die is vreemd gegaan en hij komt ook bij jou. Waarom? Ja. Hij komt bij mij omdat hij zijn verhaal wil doen. Hij snapt het van zichzelf niet. Hij uh, had altijd gedacht, nou, uh, mannen die vreemd gaan, dat zijn hele uh, sneuwe gasten. Dat, maar zo ben ik niet. Ik zal dat nooit doen. Want hij heeft een vriendin en hij heeft bedacht, uh, ik zal altijd naar blijven. Ik ga echt niet vreemd. En nou is hij toch zelf vreemd gegaan. En uh, hij snapt het dus niet. Uh, maar hij wil ook ergens een plek hebben waar hij zijn verhaal kan doen. Want hij heeft het idee: ik kan het nergens. Iedereen die verwijdert mij, iedereen die wijst mij aan als een schuldige. Want ik heb mijn vriendin pijn gedaan en ik, uh, ik heb het uh, verknald. Uh, dus waar kan ik heen? Naar iemand die naar me luistert en met me meedenkt. Ik heb er heel veel vragen over. Nog eventjes om het te schetsen, hoe is hij vreemd gegaan? Nou, hij was, uh, zoals ik in die, in die column schrijf, hij was uh, uh, aan het stappen en hij wilde al weggaan. Hij wilde naar huis, naar zijn vriendin. Op dat moment zag hij een jeugdvriendinnetje. Het, het jeugdvriendinnetje waar hij altijd uh, verliefd op was, maar met wie het nooit wat is geworden. Hij was één van de jongens om haar heen. Want zij was zo leuk en zo aantrekkelijk. Alle, alle jongens vonden haar leuk. En hij zat in die zwerm. Uh, en daar was ze bij de jassen. En uh, ze ging ook weg. En hij dacht toen van: oh, daar is ze. Uh, wat moet ik nou doen? Um, de zin van, ken ik er ergens van? Nou, dat is zo'n cliché. Die moet ik niet doen. Ik moet een goede zin doen. Dus Goeie openingszin, goede openingszin. Goede ja. openingzin. En tot zijn verrassing en verbazing, maar ook tot zijn, uh, zijn, ja, zijn geluk, uh, herkenden ze hem. Ze wisten de naam er wel niet, maar ze wisten toch wel van... Hey, oh ja, we ja. zaten bij elkaar in de klas ja. op de middelbare nou, school. Op dat moment dan voelt hij zich zo gezien. Hij smelt helemaal en hij denkt, nou, niet loslaten nu. Ik heb nu beet. Um, en ze lopen uh, samen naar buiten, ze wisselen uh, gegevens uit. En hij gaat naar huis en hij vertelt zijn vriendin niet. Als ze vraagt van hoe was het over haar, uh, het was gewoon leuk. Hij, dus hij verzwijgt het. En uh, wat later belt dit meisje of deze vrouw inmiddels hem op om bij te kletsen. Om bij te kletsen, hij denkt: Oh, dat kan wel, het is gewoon kletsen. Ja. Ik ga gewoon kletsen en dat is het. Maar ze is nog steeds zo ontzettend leuk. En uh, haar vriend is weg. En hij houdt achterwege hoe zijn situatie is als hij daarna vraagt. Hij is er heel mistig over. Um, vertelt dus niet dat hij samen woont. Vertelt niet dat hij een vriendin heeft. Vertelt er helemaal niks over. En van de een komt het ander. En hij krijgt een seksuele relatie met haar. En uh, dat duurt door, duurt voort. En uh, hij voelt zich er heel erg naar onder. Maar het gaat wel door. En uiteindelijk laat hij zich betrappen door zijn vriendin. Laat zich betrappen. Ja, hij weet niet goed hoe hij dat moet stoppen. Uh, hij zit er helemaal in vast. Hij is helemaal begeisterd door deze vrouw. Uh, en hij wordt slordig. En hij weet dat hij slordig wordt. Uh, hij laat dingen slingeren. Uh, dus hij komt erachter. En dan, ja, dan. Uh, is het ruzie? Is het uh, een forse ruzie. En allerlei mensen horen ervan. En zij, uh, zij vertelt het ook aan, aan familie en aan vrienden. Iedereen weet het. En hij is de, ja, hij is de boosdoener. En hij snapt haar gevoelens, hij snapt haar woede en haar, en haar verdriet en, en haar ontzetting en haar wraakgevoelens, want ze heeft ook wraakgevoelens. Uh, snapt hij heel goed, maar ja, het is wel gebeurd. En is hij verliefd op die ander? Nee, het is niet, het is niet verliefd. Het is. Uh, Klinkt wel of, alsof hij, hij ja, haar hij is, altijd al interessant vond. Ja, hij, hij vond wel. haar altijd interessant en hij voelt zich. Uh, hij voelt zich geweldig. Hij heeft dat gevoel van wat Nou heb ik toch dit met haar. Het populaire meisje van de het, klas. Het, 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 het populaire meisje van de klas, daar heb ik nu wat mee. Dus hij groeit. De, uh, het is in die zin voor hem heel verslavend. iedere keer als hij bij is, voelt hij zich weer heel erg uh, sterk en stoer en geweldig. Kijk, ja. dit, dit heb ik met haar. Maar, maar, maar hij, wil hij kan het ook niet vertellen. Nee, maar hij wil niet zijn vriendin daarvoor voor haar verlaten. Nee, nee dat, 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 dat is het niet. En hij komt dus bij jou en hij zegt eigenlijk tegen jou... Uh, lees je ook in de column, ja, hoe overkomt mij dit? Ja. Waar, waar is het nou precies misgegaan? Waar is het precies misgegaan? Uh, en, en hij vraagt dan zich af van... is dat misschien helemaal al in het begin geweest? En ja, het is helemaal in het begin geweest. Op het moment dat hij dus bedacht van... nee, 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 dit is niet de goede zin, dit is een clichézin. Wat is nu de goede zin om haar aandacht te krijgen? Om contact met haar te krijgen? Daar is hij gaan glijden. En dan... Ja, dan, dan krijg je die hele cascade, waar ook al onmiddellijk in zit. Uh, ik vertel niet alles thuis. Dat hoort bij vreemdgaan. Niet vertellen thuis. Uh, de vergelijking, maar hoe leuk is zij? Hoe ontzettend geweldig voel ik me bij haar en niet thuis? Dus de vergelijking, die hoort er ook altijd bij. Je vergelijkt de situatie die je hebt met deze nieuwe situatie. En die nieuwe situatie is altijd leuker. Je vertelt het niet, of je vertelt dat het niet leuk is thuis. Dat doet hij dan net niet. Maar uh, hij maakt wel heel sterk de vergelijking. En in die vergelijking komt zijn vriendin er gewoon slechter vanaf. En je hoort dan wel vaker, er wordt thuis even iets niet verteld. Dat ja. is, jij zegt ook dat is een van de dingen aan het begin. Is het altijd een probleem als je er thuis niet over vertelt? Want je kan ook denken, ja, dan krijg ik allemaal gezeur van: oh, vind je die nog steeds leuk? Uh, nou, weet je, ik laat het gaan. Als je, de, als je die gevoelens echt niet hebt. Als je de gevoelens echt niet hebt. Ik, ik zou denken van. Uh, altijd vertellen. Vertel altijd. Ja. Maar krijg je wel soms ruzie van, terwijl je soms denkt van het is de ruzie niet waard. Ja, maar vraag dan door, waar ben je dan bang voor? Uh, wat kan ik doen om jou te laten voelen dat je daar niet bang voor hoeft te zijn? Ja. Maar gooi het open. En in dit geval is het terecht als ze er bang voor is, dus. Want ja, nou ja. ja. en kijk, het is natuurlijk, je, je kan daar niet een, een, een vaste regel voor geven. Want het gaat er natuurlijk ook om: hoe, hoe ben je zelf? De een is nu eenmaal um, eerder ontvlambaar dan de ander. En als je dat van jezelf weet, we daar beginnen natuurlijk mee. De een die kan uh, prima met een jeugdvriendin uh, uh, afspreken. afspreken, niks aan de hand. Uh, maar de ander moet het niet doen. Want die, die heeft zichzelf daarna veel minder in de hand. Die is veel makkelijker ontvlambaar of die kan veel makkelijker op schreden terugkomen. Ken jezelf daarin, hè? dat is heel erg belangrijk. De, de, de regel van uh, en zo, en zo moet je doen, ja. Die het kun is je niet zo, zo je ja, geven. Nee, precies. In dit geval weet, weet hij uh, misschien ook niet, maar jij, jullie komen er samen in ieder geval uit met van hmm. wat nou dat beginpunt is. En dat ja. is ook wel helder. Bij hem is het beginpunt, en dat voelde hij eigenlijk ook al, op het moment dat hij dacht: Ik heb nu beet. Ik heb haar aandacht. Ik heb beet. Ik moet nu niet meer loslaten. Dan, dan gaat hij eigenlijk al. Al het andere is zo logisch. Ja. Uh, Klassiek dan... pa patroon zijn. Ja, ja, zeggen. Hij, ja. Hij, hij zwemt er gewoon willens en wetens in, want hij vindt het spannend. En nu is het dus gebeurd, en komt hij bij jou, en, en hij heeft het idee dat hij niet gehoord wordt of zijn verhaal niet kwijt kan, omdat natuurlijk veel mensen daar wel een mening over ja. hebben dat hij vreemd is gegaan en de, de dader is, om het zo ja, even te zeggen. Ja. Uh, dat is vast herkenbaar voor veel mensen die ja. vreemd gegaan ja, zijn, ja. dat het heel moeilijk is om er te, over te praten. Ja. En, en, en dat ze denken, nou, dit is, dit is het begin van het einde of dit is het einde. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Uh, vreemd gaan hoeft niet te betekenen dat een relatie stuk loopt. Het, het vraagt wel uh, werken, want het vertrouwen is uh, geschaad. Dus, en dat is niet zomaar terug. Vertrouwen groeit alleen in de tijd. Het is geen knop van uh, nu vertrouw ik je weer. Nee, dat, 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 dat heeft echt tijd nodig. Tijd hield dit soort wonder. Ja, en ook gedrag en echt verantwoordelijkheid nemen. Dus degene die vreemd is gegaan, die zal verantwoordelijkheid moeten nemen. Die zal echt spijt moeten hebben van wat hij heeft gedaan. Snappend, ziend wat dat doet. Uh, voor zichzelf ook wetend van dit is niet goed geweest. Niet alleen voor die ander niet, maar voor mijzelf ook niet. Dit moet ik niet doen. Dat is het, dat is het eerste. Uh, daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Niet van het is mij overkomen. Nee, ik heb hier echt zelf een keuze in gemaakt. Het is niet iets wat over je heen valt. Split second, maar je maakt een keuze. Neem daar ook verantwoordelijkheid voor. En de ander van de ander vraagt het wel om te kunnen vergeven. Te willen vergeven, te kunnen vergeven. Dat, en dat is ook geen knop. Dat is ook iets wat je blijvend wel um, daar alert op moet zijn. Maar want... kan iedereen dat? Uiteindelijk? Of kan het soms zo zijn dat mensen dat niet kunnen? Of is het een kwestie van willen? Ik, 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 de, ja, ik denk dat het, dat. het is heel lastig. Uh, maar ik denk dat het kan. Maar. Het vraagt, het vraagt echt die, uh, die wisselwerk tussen beiden. Want je kan vergeven als je ziet dat de ander echt spijt heeft. Echt, echt uh, de verantwoordelijkheid ook neemt. Dat, je, je helft elkaar er dus doorheen. Je kan het niet alleen. Want uh, bedrogen worden is wel iets heel traumatisch als je erachter komt. Ja. Is het is wel een trauma. Hè? Mensen beseffen soms niet als... als Vreemdganger, dat ze een ander een trauma aandoen. Ja, nou, want, Wat getriggerd kan worden door een telefoontje. Wat getriggerd kan worden door een filmpje. Wat getriggerd kan worden door een uitspraak of wat ook. Ineens zit die ander weer in die stress. Ja, of als, ze, als, als hij dan weer naar de feestje zou gaan. Ja. Dat je ja. dan denkt, ja, precies. Ja, ik dat, weet hoe dat gaat. Ja, het is dus een soort van. Een soort van, dat is een traumatische reactie. Ergens uh, intrigeerde het mij dat hij zegt: van ja, ik kan er niet over praten. Uh, want, want ja, hè, er, er is een stigma natuurlijk over degene die het gedaan heeft. Voor mijn gevoel ging hij ook een beetje in een slachtoffersrol. Terwijl ik denk: ja, we hoeven ook niet te doen of de vreemd, vreemdganger nou niks te verwijten valt, natuurlijk. Uh, ja. ja, precies. Uh, uh, hij, hij verwijst zichzelf wel dergelijk hoor, van alles. Oké, okay, ja. Het klinkt misschien soms ook een beetje bij iemand die vreemd is gegaan, van oh, wat word ik hard uh, aangepakt? Terwijl ja, dat is misschien ergens ook wel deels terecht natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar hij veroordeelt zichzelf wel degelijk. En, en ja, het maakt ook wel dat hij nu anders kijkt naar andere mensen die zijn vreemd gaan. Want eerst waren het alleen maar sneuwe gasten. Nu, milder ja, is het geworden ja, misschien. Hij is wel milder, ja. Het is niet zo zwart-wit. Het kan dus, denkt hij, iedereen overkomen. Het is mij ook overkomen. Ik ben er gewoon, gewoon helemaal in meegegaan. Uh, dus het maakt hem wel wat voorzichtiger met zomaar uh, een oordeel. Oké, okay, kan het iedereen overkomen? Want ik, gevoelsmatig inderdaad zijn er meer mensen die wel eens denken van. Zoals deze man eerst ook dacht. Ja, dat gaat mij natuurlijk niet gebeuren. Het zijn toch een beetje mensen ja, die weinig verantwoordelijkheid nemen. Even heel kort door de bocht, hè, gechargeerd. Maar. Ja, kijk, als je, als, je, als je midden op de weg blijft lopen, ja, dan, dan raak je de vanger er natuurlijk nooit. Uh, uh, op het moment dat hij denkt: van, hé, hey, dat is ze. Wie is ze? Ik wil, ik wil uh, haar naam. Ik wil dat ze me ziet. Ik wil, uh, ik wil erkenning. Uh, al, al, als Pietje, uh, ja, gaat hij naar de vangrail toe. Het, uh, uh, op het moment dat je dat doet, ja, dan, kan, dan kan het iedereen overkomen. Als ja. je het stuurt naar links of naar rechts doet, dan kan het iedereen overkomen dat je, een, uh, dat je wat raakt. Ja, überhaupt is het gewoon misschien niet verstandig om te denken, dat zal mij nooit overkomen. Alsof je kan je altijd wel je best doen om te ja. uh, zorgen dat ja. het niet gebeurt, ja. maar om dat dan zo stellig te zeggen? Ja, ja dat, ja, dat uh, zegt nooit nooit, zou ik zeggen. Ik zat nog te af te vragen, voordat we naar de oplossing gaan en hoe je het kan voorkomen. Is nou zoals het in dit verhaal gaat bij deze mensen, uh, is dat nou zoals het vaak gebeurt? Is het in die zin klassiek vreemd gaan? Het is wel hoe het heel vaak gebeurt. Uh, er is een soort van, ja, je zou haast kunnen zeggen: een soort van stappenplan uh, richting vreemdgaan. gaan. Uh, wat, er, wat er gebeurt. Uh, er is, er is uh, uh, toch een soort. De vergelijking. Uh, met degene die de partner is, is er altijd. Het verzwijgen is er altijd. Uh, de vergelijking waarbij dus de partner er slechter van afkomt. Maar uh, oh, zij heeft dit wel en zij heeft dat wel. Ze is spontaan en ze ja, is open. Maar ja. bij thuis nou, die is niet zo spontaan meer, geen interesse meer. Ja, ja precies. Uh, uh, Um, dit, is, uh, dit geeft mij heel goed gevoel. Thuis niet. Thuis is het saai. Thuis moet ik altijd klusjes doen. Of uh, heb ik helemaal geen aandacht. Hier is het aandacht. Hier heb ik plezier. Hier word ik begrepen. Hier kan ik mijn verhaal doen. Dat kan ook zoiets zijn. Dat mensen zeggen: ja, ik vond haar of hem niet eens zo aantrekkelijk. Maar hij luisterde zo goed. Hij begreep mij zo goed. Hij snapt het helemaal. Of hij had het ook meegemaakt. Nou, dus daar, he, dus daar is van: uh, daar word ik herkend. Daar word ik uh, gesnapt. Daar word ik gezien. Nou, dan, dan gaat er iets smelten. Dan gaat het glijden. En soms kan het, het kan uiterlijk zijn. Het kan innerlijk zijn. Het kan beide zijn. Het kan vertrouwd zijn. Uh, de vergelijking is er. Het is niet vertellen is er ook één. Ik heb hier wel eens gezegd: de uh, change of walls and windows. Hè? Ja, ja. Uh, om, om een stel hoort een, een muurtje te staan en tussen, het, tussen de partners uh, ramen. Windows, open, openheid, ja. uh, inkijk, uh, transparantie. En dan is er changing walls en windows. Dan is er een muurtje tussen de partners. En zijn er uh, is er transparantie naar buiten. Dus er wordt naar die ander verteld. In plaats van dat je binnen je relatie in die zin dingen van buiten bespreekt... ga je dingen buiten bespreken van binnen. Ja, precies. Ja. Um, hoe voorkom je het? Nou, je, je voorkomt het door, door transparant te blijven naar elkaar. Uh, door eerlijk te zijn... Door uh, als je voelt van, oh, dit vind ik een hele lastige, daar ook eerlijk over te zijn. Maar dat is ook moeilijk om daar in te komen. Dat is moeilijk. Daar moet je een echte man of een echte vrouw voor zijn. Ik snap het dat spannend. er een drempel is om dat dan. Ja. Als je die gevoelens bij jezelf merkt, uh, in dit geval. Dat ja. je denkt, oeh ja, dit gaat wel even een stevig gesprekje worden thuis. Ja, maar als je het alleen gaat doen, is het zoveel lastiger. Je kan veel beter hebben dat je partner daar heel erg van schrikt en zegt: van, nou, dat, uh, hoezo dan en waarom dan. En dat je daar samen uitkomt, dan dat je het alleen gaat doen. Wat ik zo vaak hoor, is dat dan de bedrogen partner vraagt: en wat heb je dan gedaan? En, en waar heb je dat gedaan? En hoe lang heb je dat gedaan? En heb je met hem of haar dat en dat dan ook gedaan? En dat soort vragen. Ja, Terwijl... en daar heb je natuurlijk geen zin in. Je denkt van: nee, en daarom vertel dat, je het natuurlijk zijn ook niet. De, dat zijn ook niet de vragen waar, uh, waar je allebei bij geholpen wordt. Want wat er daardoor gebeurt, is dat die bedrogene, zal ik maar even zeggen, uh, een filmpje in het hoofd krijgt van: oké, okay, zo ziet het er dus uit. Dit heeft mijn partner allemaal gedaan. Die krijgt dan een filmpje van. Dat ja, filmpje ja. gaat ook niet meer weg. Ook al is het helemaal niet een reëel filmpje, maar dat filmpje gaat niet meer weg. Je ziet je partner bezig met die ander in die en die en die plek. Uh, dat en dat aan doen. Veel meer uh, relevant is wat wat maakte dat je dat doet. Wat zocht je dan? Uh, wat mis je dan? En dat is ook dus als je het al aan de voorkant, ja, zeg vraag, maar voordat dat het, het gebeurd gaan. is, als je, dat, als je zeg maar inderdaad zo iemand bent tegengekomen ja. en je gaat dat op dat moment dan ben je nog uh, aan de voorkant om ja. het zo te zeggen ja. het thuis vertellen, dan is het ook dat de ander niet per se moet vragen, oh, en uh, dit en dat, maar meer van inderdaad, hé, hey, waarom deed dat ja. zoveel met je? En, ja, ja. ja, wat vind je dan zo, zo leuk? Wat, wat uh, is er iets wat je mist? Hoe zat het dan? Uh, is het een oude liefde? Hoe is het dan geëindigd? Uh, uh, vraag naar die binnenwereld. Het, het vraagt, ja, het vraagt uh, volwassenheid. Uh, en dat kan misschien ook wel met tranen gaan. En het kan met stemverheffing gaan. Maar praat wel door. Want hier moet je samen uitkomen. Ja. Je moet hier samen doorheen. Weet je wel, je zit samen in het bootje. En er, daar, daar, zijn, daar zijn rotsen. Je moet er samen wel omheen zien te laveren. Ja. Hè? Dat moet je niet in je eentje doen. Van uh, laat mij het maar doen. En jij weet van niks. Nee. Uh, die partner die gaat dat ergens wel merken. En, uh, en misschien veel later ho hoort hij dat. En zal die denken: ja, waarom heb je dat alleen gedaan? Doe het nou toch samen? Moeilijke dingen moet je samen doen. Hè? Twee weken geleden ging het natuurlijk over emotionele verbinding. En inderdaad, uh, misschien ook. In die zin vanuit daar vragen stellen. En niet ja. de technische vragen stellen. Is in dit geval natuurlijk eigenlijk ook zo. Dat je dus niet moet vragen. Oh, en hoe? En waar? En wat? En waarom? En, ja, uh, ja. Maar meer inderdaad vanuit die emotionele verbinding. Die misschien wel in een dalletje zit. Ja. Dat zal dan ja. misschien. Uh, dan toch proberen te vragen. Hé, hey, en waar komt dat verlangen vandaan? En ja, uh, wat ja. deed het met je? Ja. En uh, ja. elkaar proberen te begrijpen in die ja. zin. Ja, en, en het samen dan vlot trekken. Want als het iets is van: ik, ik mis dat het, dat het fijn is met jou, wat, wat kunnen we. Dan doen dat we het weer samen fijn hebben. Is het goed gekomen? Is goed gekomen, ja. Is goed gekomen. Want gevoelsmatig denk je een beetje vreemdgaan daarna gaat heel veel kapot en uh, vertrouwen moeilijk herstellen. Vertrouwen, vertrouwen is, uh, is beschadigd. Dat, uh, maar vertrouwen kan weer helen als je daar allebei aan werkt, hè? Allebei, middels echt spijt, echt uh, bedenken van, nou, de oude relatie is over, die is over. We moeten een nieuwe relatie. Je gaat echt. We beginnen weer op nul. Uh, ja. 2.0 ga je nu inzetten. Hè? De, de, zo leg ik het ook altijd uit. Nou oké, okay, dit, dit is kapot, dus over. Dit, 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 je gaat het niet repareren, dat is repareren. Je gaat het gewoon overnieuw doen. Je gaat overnieuw je relatie aan. Je gaat overnieuw werk maken van elkaar. Je gaat overnieuw uh, vragen van wat zoeken we bij elkaar, wat gaan we aan elkaar geven, wat gaan we aan, van elkaar krijgen. Je begint overnieuw. Je, je begint met een nieuw boek. En willen veel mensen dat? Het is wel een drempel om dan te zeggen, we gaan er samen weer voor of zo. Dat, dat vraagt veel van een stel, denk ik. Ja, maar sowieso. Uh, uh, samen een stelsel, dat vraagt nogal wat van mensen. Het is steeds afstemmen. Hè? Je bent niet alleen. Je zal steeds rekening moeten houden met die ander. Het, het, het geeft een hoop, maar het kost ook een hoop. Maar, maar weet je, een beetje labwerk, uh, ja, uh, dat, dat is zo tijdelijk. Begin dat nou toch overnieuw. Start gewoon een relatie of huwelijk 2.0. Overnieuw. Maar als je dat doet, dan, dan is er dus ook op dat moment de optie om misschien te stoppen ermee. Het is een keuze die je maakt. Maar jij zegt dat je moet daar ook bewust je moet er voor, uh, voor kiezen. We alle, moeten allebei bewust voor kiezen. Ik, ik wil met jou door. Ik wil jou gaan vergeven. Ik vind het heel moeilijk. Kan het nu niet, maar ik wil het wel. Uh, ik wil je laten zien dat ik. Uh, met je doorga, ik wil je laten zien dat het me echt spijt. Hè? Ik, ik ga daar werk voor verzetten als je het allebei hebt, dan kan die 2.0 echt starten. Ja. En moet de daden dan net iets meer ha, iets harder werken dan de het nou, slachtoffer tussen haakjes. Vergeven is, is ook heel hard. Is ook heel, heel moeilijk. moeilijk. Is ook heel moeilijk. Ja. Het is allebei hard werken. Spijt, echt spijt hebben is moeilijk en echt vergeven is moeilijk ja. in die zin. Ja. Ja. Dankjewel, Fenix, voor deze week. De column van Phoenix die zet ik weer in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je een vraag hebt over de thema's die we in deze podcast bespreken, waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag dan naar phoenixn.nl. Dan krijgt Phoenix hem onder ogen en kan zij jouw vraag beantwoorden. Of mail hem naar podcast.nd.nl. En dan komt hij bij mij binnen. Tot volgende week.